Met name omdat als je kijkt naar cafeïne... wat, ja, dus, wat in, dus op in die de, lijst stond tot 2004. Ja, dat geeft gewoon ook 4, 5 procent prestatievordering. Uh, prestatievordering. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen. maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol. niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. een bak koffie, de ideale doping. Tot 2004 stond cafeïne nog op de dopinglijst. Inmiddels wordt het petmiddel gewoon gedoogd in sportwedstrijden. Maar een atleet kan pech hebben. Een kop koffie drukt niet bij iedereen direct de turboknop in. Wat is het geheim? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, jij ja. schreef uh, voor het Wielremblad, mm -hmm. editie uh, nummer 3 in 2019. een artikel over een bakkie doping. Ja. Koffie in het peloton, of koffie in de koers, is uh, de titel van dat artikel. Wat was voor jou de aanleiding? Nou, jij hebt sowieso een, een fascinatie met doping, natuurlijk. Mensen die jou ja. langer volgen. En koffie. Ja, en koffie. Uh, jouw wekelijkse bak koffie. Uh, weten dat je daar veel over schrijft. Ja. Ja. Wat was voor jou de aanleiding om dit artikel te schrijven? Aanleiding was dat uh, ik zag de film Coureur. Uh, die hoef je verder niet te gaan zien. Ik vond nee. niet uh, nee. nou, aanrader. Van tevoren had ik me echt verheugd op uh, iets beters. Uh, hij, is, hij is gemaakt. De regisseur is een, uh, een jonge, beloftevolle Belg, ken ja. het Merken. Ja. En die heeft deels autobiografisch heeft die, uh, die film uh, nou ja, geschreven, geregisseerd. En dat gaat over uh, dat een renner, jonge Belgische renner. Uh, hij waarschijnlijk, bij een, bij een Italiaanse semi-profploeg uh, terechtkomt. En in de tijd dat de doping nog uh, schering en in inslag was. In ieder geval schering en in inslag was, laat ik het zo zeggen. Uh, hij moest daar ook aan, alleen uh, ja, hij had de, de pech dat bij hem het niet aansloeg. EPO sloeg bij hem niet aan. Oké. Okay. Ja. Is het verhaal van de film... Dat is het verhaal van de film en dat betekent dus eigenlijk dat het voor hem was er ook geen, uh, geen plek in het, uh, in het echte profpeloton. Want ja, als je niet op EPO uh, aanslaat, ja, dan word je nooit je een goede renner. Nee. Nee. Uh, dat was de aanleiding. Ja. Ik neem aan dat jouw eerste vraag was, goh, uh, aanslaan, niet aanslaan van EPO, ja. is dat eigenlijk zo? Wat heb je gevonden? Nou, dan, dan, dat deed me denken aan die, die Leidse studie die twee, drie jaar geleden vol in de media is uh, terechtgekomen. En waar uiteindelijk de, de koppen schreeuwden, EPO doet helemaal niks. Nou, daar heb ik behoorlijk veel uh, aandacht ja, aan besteed. Dat is besteden. het eerste wat ik nu dacht. Ja. We weten toch al, EPO, dat was een grote uh, ja. uh, mythe. Ik heb daar toen ook een stuk over geschreven, dat ik wel in de show notes. Uh, ja, de, de, de studie op zich, uh, het was een hele nette studie voor wetenschappelijke begrippen. Ze hadden zo'n placebo-gecontroleerde studie. Dus twee groepen, de ene EPO, de andere placebo, zonder dat ze het wisten. De onderzoekers wisten van niks. En uh, nou, als, als, ze hebben het trainingsprogramma, allerlei dingen gemeten. En als uh, klap op de vuurpijl gingen zij dan als laatste de, de mon van toe op. Ja. En dan, uh, ja, wat kwam eruit? De EPO-groep deed er uh, net zo lang over als de placebo-groep. Dus conclusie van deze onderzoekers: EPO heeft geen effect op prestatie. Ja, en nou, daar ja, heb ik behoorlijk Ja, de, hè, de mensen die zitten luisteren, zien dit niet. Onze kijkers op YouTube zien nou, jouw grijnsen van oor tot oor. Omdat eigenlijk, ja, de, afgaande dan op die laatste, uh, die ene proef van die Mon van Toe. Ja. ja, dat hadden ze. Terwijl in de tussentijd hadden ze allerlei dingen, andere dingen gemeten, zoals uh, VO2 max, maximale zuurstofopname. Uh, maximaal uh, vermogen, wat de renners trapte. En daar zat daadwerkelijk een verschil tussen. Okay. Dus gewoon statistisch significant. Ja. En die onderzoekers hebben dat uiteindelijk afgedaan: van ja, dat waren kleine verschillen. Jij bent die data ingedoken. Je ja, bent daar ik heb het niet dat, mee dat, eens. Zeker, Jij nee. Zegt, dat zijn en, helemaal geen kleine verschillen. Nou, maar statistisch significant in alle studies ben je als onderzoeker. Je stelt een hypothese. Ja. Nou, Heeft EPO-effect of niet? Ja, en dan voer je het onderzoek uit. Je hebt een aantal parameters die je meet. Die, die, die test je tegen elkaar uit. En dat laat dan zien of er effect is, ja of nee. Nou, dan is er is wel een effect VO2 max. Op je maximaal vermogen. Nou, en dan denk ik, oké, okay, dat is duidelijk. Dus die parameters laten ja. zien een prestatiewoond effect. En dan komt er alleen zo'n mon van toe test in, ja, waarvan ze eigenlijk, kijk het goede aan die, die VO2 max testen, die, die doen ze herhaaldelijk aan het begin ja. van de studie en dan tijdens de studie. Dus dan zie je ook van hoe goed EPO aanslaat, ja of nee, of, of het aanslaat. Die Mont heeft hebben ze maar één keer gedaan, helemaal op het eind. Met dus, z'n allen zijn ze een keer de motor ja, Mont op gefietst. Dat ja. had je dus van tevoren ook moeten doen en liefst nog tijdens. Maar ja, je hebt te maken met verschillende omstandigheden, et cetera. Grote kritiek ook van die studie is: ja, het waren uh, hoogstens uh, amateurs, goed getrainde liefhebbers. Het is nog bijna. Uh, ik heb me ook aangemeld voor die studie. Oké. Okay. Ik was helaas net. Zit hier te... nog enige rancune nou, dat je niet mogen meedoen? Ik was net te oud. Ja. Dus, uh, maar dat geeft me aan de, dat, dat als ik had mee kunnen doen, dan denk je: nou ja, dit had niks met profs te maken. En je, en je zegt dat is een verschil. Want dan even, een even helemaal naar ja. de basis voordat we dit verhaal verder uitrafelen. Uh, wat is EPO? Hoe doe oh, ja. je dat toe? Uh... Erythropoietine. Ja, Lichaams-eigen er stof in principe. Okay. Dat door de nieren wordt aangemaakt. Uh, in, als reactie op een uh, minder uh, tekort aan zuurstof. of in ieder geval minder zuurstof. Oké. Okay. En als en, je daar meer van zou hebben, kunstmatig of synthetisch? Ja, dus uh, als jij de hoogte ingaat, op hoogtestage. dan is uh, je eerste uh, prikkel op het feit van dat je denkt: hé, hey, ik uh, voel me wat slapjes. Ik, kan, uh, ik heb minder zuurstof. Ja. ja. Dan dat, dat constateert dat, dat, dat voelt dat lichaam met name in de nieren. Ja. En dat die zet dan het lichaam aan, dat duurt wat een paar, een paar dagen, tot aanbak van EPO. En EPO werkt dan weer op je beenmerg. En daar worden die rode bloedcellen uiteindelijk. De befaamde rode bloedcellen, dat Precies. komt hier vandaan. Ja. En als je meer rode bloedcellen ja. hebt, kan je meer zuurstof transporteren, ja. heb je, zijn je spieren er beter ja. toe. En ja. dus uh, ja, je kan een hoogtestage gaan doen, uh, maar het is best wel ingewikkeld. Want uh, moet je, je kan niet zo hard trainen op ja. hoogte vaak. Ja. En dan uh, moet je lange tijd zitten. Dus die slimmerikken op een gegeven moment dachten: van ja, met name nierpatiënten was toen al het geneesmiddel Epo ontwikkeld. Want ja. omdat nierpatiënten met die nieren. Konden zelf geen EPO aan, te weinig aanmaken. Ja, die hebben EPO nodig. Ja. om normaal te kunnen leven en te functioneren. om in ieder geval een rode bloedcel aan te maken. Uh, dus ook... daar komt deze, ja. sto deze stof als medicijn vandaan. En voor je het weet gaan uh, de sportwiel. Mee de, de op, op. vooral mee de wielrennerij. De ja. En uh, nou ja, dus dat werd. Uh, dat vierde hoogtij natuurlijk in de. 1998 in de Festina Tour, ja, et cetera. Ja. Terug naar de Leidse studie. Zij ja. gaan met een aantal uh, getrainde amateurs uh, de Montfortour op fietsen. Uh, en er is van alles mis met die aanpak, zeg jij? Nou, niet, niet meer. Kijk, de wetenschappelijk vind ik het goede aanpak als je het houdt bij de laboratoriumtesten, omdat je daarbij alle, eigenlijk alle invloed. Factoren van de omstandigheden een beetje weggaan, dan kan je echt gestandardiseerd onderzoek doen. Ja. En daarbij is een VO2 max en een maximaal vermogentest: ja, dat zijn parameters die worden gezien als in ieder geval een uitkomstmaat, wat, dat, wat zegt over prestatievermogen. Ja. Ja. Om dan zo'n studie in het veld te doen, ja, ja dat is eigenlijk, ja, je, je kan wel zeggen, ja, maar de vertaling naar uh, de praktijk, die is dan wel mogelijk. Ja, maar ik denk dat je eerst moet beginnen. wat vinden we in het lab? Ja. En dat je dan moet nadenken. hoe kunnen we dit nou vertalen meteen naar het veld? En dan doe je niet door één keer zo'n mon van test Daar exact. komen allerlei. ja, factoren bij kijken. die je niet uh, kunt controleren. Ik begreep hem standaard. Uh, uh, toen we het hier eerder over hadden, De vraag is natuurlijk ook. hoeveel EPO mag je dan. aan ja, amateurs geven? Klopt. En is dat in verhouding tot wat. Ja. Uh, profs uh, toedienen? Zij gingen natuurlijk met naar uh, hemel te krieten. dus dat is het volumepercentage percentage. Rode bloedcel van je bloed na 50% maximaal. Ja. Daar was op een gegeven moment werd dat ook ingesteld toen ze EPO nog niet konden detecteren. Van oké, okay, je mag niet meer dan de, de helft van je bloedvolume mag uit rode bloedcellen opstaan. Ja, de, de verhalen gingen rond. Natuurlijk, uh, Monsieur uh, Soissant, dat was de van, ja Die gingen richting de 60 al. Ja. Plus die gebruikte ook allerlei andere soorten dopingmiddelen. Uh, en het feit van ja wat later, na, na EPO, kwam gewoon bloeddoping dus gewoon een zak uh, bloed als infuus indienen. Ja, Ik, ik heb genoeg verhalen gelezen en, en gehoord. Ik denk nou: ja, het, het effect was er zeker niet. Niks. Terwijl het wel goed is om die wetenschappelijke studies te doen. Ja. En, en als je ze, er waren, meerdere gedaan, dan zet je die op een rij. Dan zijn die, die effecten die je ziet, dan op maximaal uh, vermogen of V2 max. Die zijn toch niet heel uh, bijsterend uh, hoog. Gewoon richting 4-5 procent. Oké, okay, maar dus dat met, kan toch fijn ja, zijn? Met weer uh, mensen die natuurlijk variatie 2 tot, tot 6, 7. Ja, worden. een gemiddelde hebben we het ja. eerder in een uitzending gehad ja. over de grens van innovatie. Ja. Als een wetenschapper een gemiddelde van 5 procent uh, vindt, is dat vaak een bandbreedte van 2,5 tot 7,5. Ja. Terug naar de, de titel van deze aflevering. Een bakkie koffie, ja. de ideale doping. De aanleiding was, jij zag die film. Je, zei, je hoorde uh, de, de, de Belgische filmregisseur zeggen... EPO sloeg niet aan bij ja. mij, dus ik had geen kans in het peloton. Ja. En toen? Toen dacht ik, nou ja, dit is, uh, dit, dit, dit is een mening die al, al uh, naar voren komt in... Uh, uh, ja, Roger Pielke heet die man. Die, uh, die heeft boek geschreven, Die Edge. Zet ook wel in de show notes. Ja. Nou ja, die, die maakt zich heel druk over het feit van de, 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 de dopinglijst, onder andere. Hij heeft wel meer uh, stokpaardjes. <laughs> ja. De dopinglijst, ja, die wordt allengs uh, langer en langer. Daar staan 300, 400 producten en handelingen op, waarvan maar van heel weinig stoffen echt is aangetoond. En liefst op een wetenschappelijke manier, dat ze prestatiebevorderend zijn. Ja. Uh, en natuurlijk voor de dopinglijst gelden dan eigenlijk twee van de drie criteria: het, het uh, moet niet scha Ja, is het schadelijk voor het lichaam? En ten derde, ja, against the spirit of sports. Oké, okay. zoiets van: dat daar doe kun je, je dan niet. alles verder nog onder. Dus we steken, kan bij weken, heel veel ja. van die stoffen kan je zeggen: ja, misschien was het niet prestatievordend, maar dan wel schadelijk. En dan against the spirit of sports. Maar hij pleit voor het feit: van ja, jongens, ga eens even door die lijst. Uh, en daar kan heel veel van weg. Met name omdat als je kijkt naar cafeïne. Wat, ja, dus, wat in, dus op in die de, lijst stond tot 2004. Ja, dat geeft gewoon ook 4, 5 procent, prestatievordering. Uh, prestatievordering. Dat is ja. wetenschappelijk aangetekend. Ja. Even bronnen zoeken. De, ja, er is mega veel studies gedaan van uh, cafeïne. Ja. Op opkracht, op sprintsnelheid, op uh, uithoudingsvermogen. Op duur? Uh, cognitief uh, ja, duur vermogen. En allemaal wijzen op die richting van nou gemiddeld 4, 5 procent. En, en, en hij zegt eigenlijk: Nou, cafeïne is toen van die dopinglijst afgehaald. Omdat ze ja, ze hadden eerst bepaalde limiet ingesteld. En toen kwamen ze eigenlijk achter van ja, goed. Eigenlijk uh, gingen ze in dat plasjes hadden ze toch al verzameld van de atleten. Gingen ze cafeïne bepalen. Zeiden ze, ja, gebruik ik toch best wel veel atleten dat hè. En uh, ja, is het een beetje raar om dat dan op de dopinglijst te zetten. En, en waar moeten we die grens precies stellen? Ja, mag dan een atleet die net een espressootje te veel... die zou dan moeten gaan schorsen. Weet je, in de periode tot 2004 werden er mensen geschorst... Ja, op basis uh, van cafeïne? De, de cappuccino kid is volgens een, kid, is een uh, volgens mij een Amerikaanse schermer. Ik weet niet, ik heb het in mijn boek wel uh, benoemd. Ja. ja, die is daadwerkelijk geband van de Olympische Spelen. Omdat hij te veel ja, cafeïne in ja, zijn bloed zou hebben. Ja. En, en uh, zijn verweer was, joh, ik ben dol op cappuccino. Ja, ik heb gewoon... Uh, ja uh, Lekker koffie gedronken van tevoren, een beetje gezellig. En, uh... okay. ja. Maar uh, dus Roger Pielke die zegt van, nou, als we dat naar nou ons uitgangspunt nemen van, we vinden het niet erg om koffie te drinken, cafeïne, 5%. Laten we dan zeggen, alles wat meer prestatiebevordering geeft, ja, dat zou dan echt uh, op die dopinglijst moeten. Alles uh, wat er onder valt, ja, is eigenlijk, ja, is marginaal. Of in ieder geval, ja, dusdanig dat je dat ook met cafeïne kan bereiken. Dus ja, waarom zou je daar zo druk over moeten maken? Ja. Nou, daar moest ik eigenlijk aan denken. Maar ook weer. Als je daar inzoomt op dat cafeïneffect. Ja, want dat heb jij gedaan. Ja, zeker. Wat en, is het geheim, beloven ja, wij in deze, nou ja, onze het, intro. Het, we hebben het er eerder over gehad. De responders versus de non-responders. Ja, dat was in onze uitzending over de grens van innovatie in ja. sport. Check hem even, aflevering 5. Ja. Mensen die die nog niet gehoord of gezien hebben. Wat zijn responders en non-responders? Ja, dat is dus voor het gemak als je een bepaalde interventie doet in een wetenschappelijke studie. En dan heb je mensen die goed reageren op de prikkel of de stimulus die je aanbiedt. Bijvoorbeeld op hoogtestage gaan ja. op een geneesmiddel. Uh, of in dit geval op cafeïne. En in dit geval op cafeïne. En dat was wel altijd iets wat mensen zagen en meenamen. En dan. Maar gelukkig was statistisch, als je maar genoeg proefpersonen hebt, kom je altijd wel uit op statistisch significant effect. Van 4-5% uiteindelijk. Er nou, is een uh, paar jaar geleden een uh, Canadese studie echt opgedoken van: uh, ja, zit het in de genen? Oké. Okay. En uh, ja, dat heeft te maken met een ingewikkeld uh, stofwisselingspad van cafeïne. Cafeïne ja, komt in je lichaam, verspreidt zich en wordt dan uiteindelijk toch afgebroken door onder andere de lever. Maar gaat ook op allerlei uh, 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 cellen zitten, ja. eh, waar hij zijn werking heeft. Daar kunnen we het zo nog over hebben. En wat zij deden, ze dachten... ja, er is een belangrijk enzym in de lever. Uh, cytochroom uh, P1A2. Aha. ja. is het? Voor de meeschrijvers? Ja. En uh, ja, kijk, die lever... dat is belangrijk voor de afbraak sowieso... van geneesmiddelen en stoffen. En die CYP, die, die, die cytochroom P-eiwitten... daar ja. heb je er heel veel van. En uh, nou, daar weten ze van... daar zijn wat genvarianten in. En het is gewoon heel simpel... in dat gen... Is gewoon één uh, ja, dat wordt één dna basenpaar Je hebt ACTG, hè? Ja, ja, we gaan nu veel uh, te nou, technisch. Oké, okay, het is kan een, dus een genen leggen. Dus een a ja. een, A'tje, een ja. adenine, is spontaan, spontane mutatie, is een C-tje geworden. Dus je hebt dan A-aatjes, ja. A-C, ben je, en, je bijna kwijt, Jurgen. Ja, waar gaan we naartoe? Goed, je hebt drie, drie soorten mensen: mensen eigenlijk met het goede gen, oké, okay. SIP 1A2, en die, die, die kunnen uh, cafeïne goed afbreken. Ja. En je hebt uh, mensen, nou dat is ongeveer 15%, die hebben er grote moeite mee. En dan heb je een, uh, een tussengroepje. 5% goed, 35% doen er wat langer over. En 15% die hebben het echt. Ja, die, die 35-15. Dat, ja. dat, 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 uh, en zien bij hun, het is gewoon niet functioneel. Wat is het effect daarvan als deze mensen koffie drinken ja, nou, bijvoorbeeld? Of in ieder geval cafeïne tot zich nemen? Zij uh, lieten dus een groep studenten naar het lab komen, uh, verzamelden de spuug. Gingen kijken naar dat SIP 1A2 uh, gen. En uh, liet ze een fietstest doen, 10 kilometer. Uh, met placebo of met cafeïne, een bepaalde ja. dosering. En wat zij zo, uh, zagen, alles op één hoop gegooid: 3% verbetering. Ja. Maar zoomden zij nou in op dat genprofiel, dan zagen ze dat eigenlijk die, uh, degene waarvan het, het gen echt functioneel was. Die, uh, die, die, die 50%? Ja, die gingen 7% vooruit. Oké. Okay. Uh, dan had je die tussengroep, die gingen, nou pak een beet, was het denk ik uh, iets van 3%, 2%. Ja. En dan had je dat kleine groepje van uh, die, die 15%, die het niet functioneel gen, of minder functioneel, zwaar minder functioneel, die gingen juist op achteruit. Die gaan tot... op achteruit. Ja. Dus als jij genetisch niet goed cafeïne kan ja. afbreken, dan ga je slechter presteren van koffie en of andere cafeïne. In die test zeker middelen. min 14% heb hebben min ze het 14. Ook. Ja. En, uh, ja. dus. Ik je... zou zeggen, Jurgen. Als ik zo iemand ben, ik, ik ken dit niet, ik hoor dit ja? nu voor het eerst, dat je genetische aanleg voor cafeïne kan hebben. Ik denk als je dat hebt, dan weet je dat toch? Ja, waarschijnlijk dan, dan, dan wel. Dan drink je geen koffie, dan word je gek je het van lekker, Red boel, dan vind je, je lekker. word je trillerig. Ja, en, toch? Ja, ik denk dat dat veel aan gekoppeld is, sowieso. Ik ben trouwens wel benieuwd als je nu zit te kijken ja. en te luisteren. Als jij deze ervaringen hebt. Ik heb, nou ja, ik hoor het nu voor het eerst. Uh, laat eens weten, ben jij of ken jij iemand met uh, inderdaad een. Uh, ja hoe, hoe ja. Zo, ik denk bijna allergische reactie dan ja. toch of, of doet het gewoon nee niks? geen allergisch kijk wat ze dan zeggen is cafeïne wordt omgezet in andere uh, stoffen ja en misschien zijn wel die stoffen wel heel belangrijk voor dat prestatiebewonnende effect en, en cafeïne op de lang als te lang blijft in je lichaam dan gaat het bijvoorbeeld je bloedvaten uh, wat uh, samenknijpen en okay. kan je bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen nou, dat is dat ken ik ook, uh, ja. uh, dus dat, ze weten het nog niet helemaal wat betreft het mechanisme van cafeïne. Het doet ook heel veel. Vroeger gaat ze vaak op de vetverbranding hè, stimuleren. Ja, ja. Tegenwoordig is het wel duidelijk, ja, in de hersenen dan, dan, dan werkt het op... Uh, nou, het verhoogt de dopamine spiegels, net zoals okay. amfetamine dat doen, of bijvoorbeeld uh, Ritalin. Ja. Uh, en nou, wat het daarvoor zorgt, is die centrale vermoeidheid. Neemt het weg? Als jij gaat fietsen dan krijg je niet alleen vermoeidheid in je spieren, maar ook in je hersenen. Oké. Okay. is natuurlijk weer het boek Endure, waar we het ja. al over gehad hebben. Ja, en centraal... van, van Alex Hutchinson, ja. hè? Endure, echt een aanrader Absoluut. over de elasticiteit van het brein. En dat geeft, centraal vermoeidheid zorgt eigenlijk voor dat tijdens langdurige inspanning jouw uh, jou hersenen op de rem gaan trappen en zeggen, ja, we gaan gewoon wat minder spiervezels aansturen, want uh, als jij nu te lang zo doorgaat, ja, dan ga je schade krijgen. Met cafeïne stel je eigenlijk dat die rem, die haal je een beetje van af. Je stelt het okay. effect wat uit. Je hebt ook minder last dus je hebt van een, vermoeidheid een lagere daardoor. perceptie ja. van vermoeidheid. Precies. Je, je bent fysiologisch misschien ja. nog net zo moe, ja. maar je brein pikt dat anders Klopt. op. Klopt. Dus als je weer naar die die ene Borg scale van 6 tot 20, dezelfde inspanning met of zonder cafeïne, en dan kun je met cafeïne wordt eigenlijk gezegd, hey, de inspanning die eerst 18, als 18 voelde, voelt nu als, als 16. Dus je is, dit, die... is dit het hele effect van cafeïne, Jurgen? Dus er, want er wordt ook al gezegd: hè, s ochtends wakker worden met de bakje koffie.' Het is zeggen: cafeïne geeft een energieboost. Ja. Maakt het extra energie vrij? Of is het alleen maar de perceptie het is van vermoeidheid die, die wegvalt? Ja, dat Seriean? is in ieder geval dat wordt nu toegeschreven als het, het belangrijkste effect. Waardoor jij. Uh, Wauw. Ja, want ik heb ook wel eens gehoord, inderdaad, dat cafeïne extra energiereserves zou openbreken of zo. Maar dat is dus nee, eigenlijk niet dat, zo. Volgens mij. Uh, Nee. nee, In ieder geval wat jij weet, de ja. perceptie van vermoeidheid ja. is weg. Ja. Um, dan kan het dus ook zijn. Kunnen we ons brein daarmee foppen? Kunnen we ons brein daarmee foppen? Ja, dat, dat Kijk, want nu gaan mensen zich zorgen maken van ja, heb ik weer de pech, Ben ik een non-responder? Ja. En dan uh, mijn maatje daar met zijn met zijn uh, die de hele dag door koffie aan het drinken is. Uh, dat is trouwens ook nog wel een dingetje. Hè. De ene bak koffie is de andere niet. Hè. Nee. Dus. Uh, ja, want het staat ook in jouw artikel, hè, dat als je gaat meten hoeveel cafeïne ja. er in koffie zit, dus iedere bak is anders. Zeker. En zelfs bij, bij hetzelfde tentje of bij de Nespresso-capsule, ja, de, ze, ze beloven dat er een bepaalde dosering in zit. Dus eigenlijk, ja, dan, dan zou je, als je het echt goed wil doen met cafeïne, gelletjes, kauwgom, kau maar er zijn ook mensen die houden niet van koffie, die denken, wat, kun je kauwgom nemen, ik kan een gelletje nemen. Je kan op alle mogelijke manieren, net zoals je koolhydraten met, met de bananen en je aardappelpuree, kan je ook cafeïne op verschillende manieren doen. Ja. Maar uh, ja, het, het wordt misschien weer een beetje flauw. Uh, je, het, het geloof zegt ook weer heel veel. Oké. Okay. Want uh, ja, Engelse studie, ja, die, die, dat vind ik toch wel altijd hele mooie studies... waar ze een groep uh, uh, proefpersonen drie dankjes uh, voor hebben. Gezegd, oké, okay, uh, dit is placebo, cafeïne 1, dosering 1, dosering 2, oplopende dosering... En dan gaan we een fietstest doen. En, uh... Ik begin te vermoeden, die informatie was onjuist natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Dus, dus ik nou, kreeg te horen dat ik placebo had, maar ik had misschien wel cafeïne dosis 2. Iedereen kreeg die, dose, die, die drankjes zelfs. Dus ze konden mooi even kijken hoe elke, elke persoon zelf reageerde. Ja. En nou, analyse op het eind uh, gemiddeld genomen. Ik kreeg de, ja, na het, uh, het vertellen van ja, je hebt de hoogste dosering cafeïne. 3-4% prestatieverbetering ten opzichte van een controle, toen ja. je binnenkwam, nog geen ja. uh, niks genomen. En, en ook, uh, nou, gemiddelde koffie, de, de eerste dosering, na nou, 1 tot 2 procent. Ja. En die, uh, hier zit placebo in, nou, 0 procent en zelfs misschien min 1 was het. Ja. En toen uh, kwam de aap uit de mouw, ze hadden allemaal placebo gekregen. Altijd, ja. alle tijd? Alle tijd. Dus wat leert ons dat? Ja, wat leert ons dat? Uh, ja, dat, dat het misschien zelfs dan, dan ga ik denken voor de mensen die dan dus moeilijk reageren op placebo of een, op cafeïne. Voor zichzelf merken van, ja, misschien moeten die dan toch een, een geheim drankje uh, waar zij zich happy bij voelen drinken. En daar zeggen, ja, maar dit geeft mij mijn cafeïne boost. En daar dan het, ja, ik, dit wordt verwarrend, Het placebo-effect omarmen. Dus jij zegt nu, en al deze studies uh, zijn ook terug te vinden in onze show notes. Je zegt aan de ene kant hebben we gewoon ja. studies die aantonen dat, uh, zeker als je het goede genotype hebt, cafeïne prestatiebevorderend ja. is. En vervolgens smijt je nu een studie erin, die zegt nee hoor, die uh, hebt net zoveel uh, prestatiebevordering van Ja, kijk, ik wil natuurlijk niet te veel cherry picken nee. van uh, dat, ook van dat cafeïne verhaal. Daar zijn er ook een paar mensen die zeggen ja, oké, okay, ben je een no-responder, zul je die dat is voor het gemak. Te makkelijk om gewoon responder en no responder. Eigenlijk is er een enorme gradatie. En eigenlijk reageert iedereen op kan reageren op cafeïne. Maar je moet dat wel uitvogelen wat voor jou de beste dosering en timing is. Ja. En daar zit het dan een beetje in. Aan de andere kant, als jij gewoon zegt, maar ik hou helemaal niet van koffie, ik heb er niks mee. Ja, ik zou zeggen, oké, okay, kies voor jou je eigen wonderdrankje. Of het placebo tegen, effect uh, en, net zo goed en doe het bij tegen je buurman af. Van, ja, joh, is toch placebo. En misschien gaat hij ook nog nadenken en denkt, hm, zit misschien je. Zit daar, zoren, maar dan gaat hij we dit uh, luisteren. En dan ja. denkt hij van. Uh, Even de andere kant van de schaal. Zijn er risico's? Bijvoorbeeld, kun je een overdosis cafeïne nemen? Poeh, ik, ik weet. Dacht het niet eigenlijk. Ja, nee. kijk waar je, je al mee uitkijkt. Niet gaat denken van ja, cafeïne, hoe meer, hoe nou, daar beter. Maar ik ben je natuurlijk naartoe aan het werken. Ja. He? Naar onze tip voor. Uh, en dan lig, je, dan lig je daar s'avonds om, uh, om tien uur te stuiteren in je bed. Uh, we hebben natuurlijk al eerder bij de aflevering over uh, herstellen gehad. van hoe belangrijk goed slapen is. Ja. Dus daar zit ook wel weer iets in. Uh, ja, maak het gewoon niet te gek. Van, voor de inspanning wordt nu gezegd 3 tot 9 milligram. Ik zoek het even. Per kilogram dus Dat geeft ook al aan drie tot negen. Kunnen we dit vertalen eind. naar bakjes koffie? Ja. Eh, maar doe het dan een uur voor de inspanning. Half uur. Prima. Eh, ook daar is denk ik ook weer zelfproef ondervindelijk uitvinden. Dus eh, train... Ja. Train your body met, uh, met, ja, met, de cafeïne, met de koffie. Ja, Dat is advies wat uh, voortdurend terugkomt hier in onze afleveringen. En, maar maak het gewoon niet. Dus voor het slapen gaan. Nou ja, als jij uh, een lichte stuiter in bed, doe het dan uh, zeker niet. Slapen is ook belangrijk. Um, ja, je kan meteen als amateursporter. Ja, die, die 4, 4%, 5%. Hmm. Ja, die moet je dus gewoon pakken. Ja. Oké, okay, uh, Toch? Ja, dat ja. zou ik zeggen als amateur. Ja. Als jij dit nu zomaar tegen mij zegt... want de, dan heb je misschien wel dubbeleffect. Ja. heb ik namelijk en het placebo-effect... dat ik denk en dat en ik een bakje koffie je, op heb. Til je die erbij. En ik heb ja. uh, de cafeïne. Ja. Uh, en volgens mij, ja, wat ik er zelf van weet... Ja, volgens mij heeft iedereen wel eens ervaren... als je te veel Red Bull of koffie hebt opgedronken... Ja. word je natuurlijk triggelig, ja. word je duizelig, word je schappen, Ja, ja. Dat is te veel. Ja, ja. Uh, ja uh, Te is ja, nooit is, goed behalve ja. tevreden. Ja. Nou ja, het, misschien een beetje uh, op de actualiteit... Uh, maar we dat het begin van het jaar, kwam er toch uh, onze Mathieu, Mathieu van de Poel. Ja. Die kwam toch even in het nieuws van, uh, omdat hij uh, mede-eigenaar was geworden, volgens mij, van een voedingssupplement. Een nieuwe, een nieuwe sportvoeding startup En, uh, oh, en wat, wat gingen zij doen? Voedingssupplementen aanbevelen, opgeleiden van je DNA. Mm -hmm. Toen moest ik wel even aan denken. van Want ja, dat werd natuurlijk een beetje afgedaan. Ja, ook. Uh, zijn we al zover dat je uh, opgeleiden van je DNA kan zeggen, hey jij hebt die stof uh, nodig of die. En dan werd toen iemand zei, ja, dat wat kan je dan zien dat iemand bijvoorbeeld lactose intolerant is. Ja, dat zou je ook wel merken. Ja, je dus zou een dus hetzelfde wat we hier ook ja, je zou hè? dus je... kunnen zien dat 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 sip 1 uh, 2a waar we het over hadden. Ja, de vraag is, uh, maar misschien dat in de toekomst. Kijk, we weten wel van veel medicijnen. Dat er dan ook een grote gradatie is in hoe mensen daarop reageren. En dat is een beetje die farmacogenetica. Dat uiteindelijk willen ze naartoe dat ze bij, aan de hand van een, een genprofiel van iemand een beetje kunnen inschatten wat geneesmiddelen doen en welke doseringen eigenlijk daarvoor nodig zijn. Wie weet gaat die ontwikkeling de komende jaren ook wel door. En dat we, inderdaad, over, over tien jaar. Inderdaad, aan eh, gepersonaliseerd meer kijken naar, naar voeding, voedingssupplementen en daar, daar ook ja, cafeïne een onderdeel van laten zijn. Ja. Daar is het nu nog veel te vroeg voor. Maar, um, dus ja. voor nu onze hoofdvraag, uh, uh, voor ons als animateurs, zinvol of onzin? We hebben in ieder geval van je geleerd, EPO, daar wordt nu over gelachen dat het niet zou werken. Nou, zo nou, ligt dat helemaal niet, want dat uh, is wat jou betreft ja. niet, uh, goed misschien wel goed onderzocht, maar niet de goede conclusies aan verbonden. Nou ja, en dat verwijs ik toch ook wel door naar het uh, artikel wat ik in de show notes zet, waar ik toen over geschreven ja. heb met alle aspecten waarom het... Alle haken en ogen aan die lijnstudie. Aan dat studie. onderzoek. Ja. Dus uh, wellicht uh, EPO een optie. Maar daar zullen we nog nee. een andere uitzending ja. over maken. Uh, twee. Bakkie koffie de ideale doping? Jazeker. Uh, dus dat is zinvol voor ons als amateurs. Is het niet omdat het ons een prestatiebevordering geeft door de cafeïne zelf. Dan is het wel het Engelse onderzoek wat ja. ons leert. Dat we in ieder geval dan ja. een goede placebo boost ervan ja. krijgen. Ja. En het haalt onze perceptie van vermoeidheid weg. Uh, wat ik inmiddels als goed gebruik heb, ik heb wat challenges, sommige met en zonder cafeïne. Ik gebruik altijd die met cafeïne een beetje tegen het einde van de race, inderdaad, uh, om ook die mentale vermoeidheid even een trap onder zijn kont te geven. heel goed. Uh, dus dat is mijn eigen praktis. Ja. Uh, wat is de rol van uh, cafeïne in jouw uh, amateursportbeleving? Uh, nee, overdag zeker. Uh, je schrijft er goed op. <laughs> ja. dat, uh, maar eigenlijk bij het, bij het sporten. Uh, nee, niks. Ja, ik, ik blijf gewoon saai met mijn bananen. Bananen en, uh, water, uh, en water. hè? Ja, water, ja, daar komen we uh, langzaam op af. Ja. Ja, wij zijn ook benieuwd om van jou te horen als je zit te kijken of te luisteren. Uh, je kan meepraten met de slimmer podcast. Dat doe je op Instagram of Twitter via Slimmerpodcast. Of dat doe je op onze website. Uh, onder iedere aflevering kun je reageren. Surf naar www.slimmerpodcast.nl. Of je kan ons een e-mail sturen op uh, post.slimmerpodcast.nl En uh, wij horen graag van jouw uh, reacties. En wat we ook leuk vinden: Ken jij nou echte koffieliefhebbers of uh, leuke amateur, hardlopers, wielrenners, triatleten? Stuur het linkje naar de slimme podcast uh, nu gelijk even naar ze door. Via leuke WhatsApp groepen, Facebook, Twitter, wat je maar uh, uh, tot je vermogens hebt. Uh, wij drinken iedere week een vets bakje koffie. We weten Goeie nu waarom het zo belangrijk Heerlijk. is. Ja. En uh, iedere week ben ik weer blij om van jou te leren, Jurgen, over de laatste inzichten in de wetenschap, ja, de graag topsport. Graag en wat ik daar zo meteen mee kan. Dankjewel. Okay. Tot okay. volgende week. Ja.